Dag, welkom bij deze online nieuwjaarstoespraak. En graag neem ik u om te beginnen mee naar wat belevenissen die we met elkaar hebben meegemaakt het afgelopen jaar in Nissewaard. Als we geen coronacrisis hadden gehad in 2020, dan was dit het beeld van het jaar geweest. De metro op de walvisstaarten. Een surrealistisch incident waarbij wonder boven wonder geen gewonden vielen. Maar de coronacrisis was er wel. En hoe? Deze pandemie raakte en raakt ons allemaal. Wereldwijd, maar ook hier in ons eigen leven. Dierbaren die ons zijn ontvallen. Veel zieken. De zorg die in zijn voegen kraakt. Zorg die is uitgesteld. Onderwijsachterstanden. Psychische nood. En heel veel economische schade. Kijk maar naar deze restaurants, deze winkels en Spijkenisse dicht. Deze crisis is nog niet voorbij. Maar dankzij de vaccins die eraan komen, is er wel licht aan het einde van de tunnel. Hoewel het coronavirus elke terugblik op 2020 onvermijdelijk domineert, gebeuren er in onze gemeente ook dingen die daar echt los van staan. Positieve dingen. Zo is in het Spijkenisse Medisch Centrum men bezig met de realisatie van een integrale spoedpost. En onlangs gaven patiënten het SMC zelfs het cijfer 9 op de website Zorgkaart van Nederland. Ook kreeg Abbe Broek een mooie vermelding in een boek van de ANWB. Abbe Broek deed namelijk mee aan de verkiezing van het mooiste dorp van Nederland. En zelfs de koning kwam dit jaar op bezoek. Nog meer leuk nieuws uit de kernen. Heenvliet, ook al zo'n parel van Nissewaard, bestond vorig jaar 550 jaar. Een plaquette herinnert daar voortaan aan. En in Geervliet, die stad is zelfs nog een flink aantal jaar ouder, is het historische stadhuis opgeknapt. U ziet, daar sta ik vandaag. Niet historisch, maar juist hypermodern, is de oplevering van het nieuwe en superduurzame sportcomplex van de fusievoetbalclub GHVV. Ook in Geervliet. Toch nog een stukje corona, maar dan positief. Zuidland haalde op Koningsdag het NOS-journaal met een bijzondere uitvoering van het Wilhelmus. Het volkslied werd gezamenlijk gezongen, iedereen in zijn eigen straat, op afstand dus. Orgelspel dat via 12 geluidboxen in de kerktoren overal in het dorp te horen was, begeleidde de zingende slandenaren. Een mooi resultaat uit 2020 is ook het voorstel van het kabinet om de verkoop van messen aan minderjarigen en het dragen van messen door minderjarigen te verbieden. Dit voorstel vloeit voort uit een opiniestuk dat ik samen met mijn collega van Ridderkerk schreef en waarmee we de landelijke media haalden. Justitieministers Grapperhaus en Dekker kwamen persoonlijk naar Nissewaard om erover te praten. Ander goed nieuws. De coronacrisis lijkt nog niet veel invloed te hebben op de woningmarkt. In de haven Spijkenisse, een van de meest bijzondere nieuwbouwprojecten in de regio, wordt flink doorgebouwd en gaan steeds nieuwe fases in de verkoop. Ook komend jaar zal corona nog een rol van betekenis blijven spelen. Hoe graag we het ook willen, we kunnen dat virus niet wegdenken. Maar dat weerhoudt ons er niet van om 2021 een prachtig jaar te laten zijn in Nissewaard. Mooie, nieuwe avonturen met elkaar te gaan beleven. Blijf gezond, we gaan elkaar zien. Gelukkig nieuwjaar. Tot ziens!